in bedrijven, in die cosmetica-industrie. De mensen zijn wit, het wordt voor witte mensen gemaakt. En nu hebben ze iets van, oh, we moeten een hele andere groep mensen ook het gevoel geven dat ze erbij horen. En ook voor hun, ze hebben waarschijnlijk nog niet eens door dat het hun gewoon geld gaat opleveren. Ja. Het is heel leuk om al die billboards te zien, mm-hmm. maar in de winkel hoor je er nog steeds niet bij. Ja. Foundations in 50 tinten beige. Haarstylisten die geen idee hebben wat ze nou aan moeten met mijn type haar. Het is helaas nog steeds aan de orde van de dag. Gelukkig zijn er influencers als Vera Camilla en Angela die zich uitspreken tegen deze ongelijkheid in de beauty-industrie. Ze maken het wel, maar ze verkopen het niet volledig. Ja. En dan denk ik, ja, maar dat houden we nog steeds hetzelfde probleem. Ja, maar het is toch ook inderdaad bizar dat je dan eigenlijk zegt van, nou ja, ik kan gewoon naar de drogist, maar jij moet jouw merken maar ergens kopen, voor bij een afro-winkel. Ja. Ik ga naar ze toe. Maar natuurlijk niet met lege handen, want eerst duik ik hier de drogisterijen in om te zien of zij een foundation hebben geschikt voor mijn huidskleur. Laten we eens even kijken. Oké, ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 19, nou eigenlijk 20 keer beige. En twee keer bruin, donkerbruin, nou, karamelbruin en donkerbruin. Oké, helaas. Het huismerk is ook flink uitgebreid. Met één donkere tint, oh mijn gunst. Hallo, ik heb een vraag. Dit is de laatste, maar heb je ze ook niet meer ergens anders als ze er niet meer zijn? Nee. Oké, spijtig. Nou, thanks voor het kijken. Ik wil dat je online op voorraad, dus ik weet niet of je daar zit. Nee, ik wil het even nu proberen. Okay. Maar goed, dankjewel voor het kijken. Thank you. Goed, ik ben geslaagd, als in ik heb producten kunnen vinden die zogenaamd bedoeld zijn voor mijn huidskleur. Maar of het een match is, dat gaan we nu even checken. Kom. Wat fijn dat ik hier mag zijn, dames. Ja, tuurlijk. Jullie zijn natuurlijk beide influencers. Ja. Hoe is het voor jou in de hele influencerwereld als toch wel vrouw van kleur? Ik moet zeggen, ik heb mijn weg erin gevonden, denk ik. Ik heb begrepen dat jij bijvoorbeeld ook tijdens een shoot wel eens hebt meegemaakt dat een stylist geen eens een idee had wat hij nou aan moest met je haar. Of dat je van tevoren zelf je haar moest. Ja, ik heb vooral in het verleden vaak meegemaakt dat ze niet wisten wat ze met mijn haar moesten doen. Of te snel een krultang erbij pakten. En vooral back in the day wilde ik echt niks qua hitte. Nee. Dus dat schrok me wel af. Of dat ze dachten, ja, een beetje olie en ja, en klaar. Waardoor ik daardoor eigenlijk steeds van tevoren ben gaan vragen van, ja, maar wat is jullie verwachting qua hoe mijn haar eruit ziet? En daardoor werd het een beetje vanzelfsprekend van, oh, Angela doet mee aan deze campagne. Laten we even kijken op haar feed wat de haarstijlen zijn. En dan sturen we een foto van, ja, zou je met dit haar op set kunnen komen, zeg maar. Ik was er de dag daarvoor eigenlijk een halve dag mee bezig. Tijd is geld. Ik kom 's morgens vroeg aan met mijn haar helemaal, weet je, gedaan. En de rest van de modellen, die konden gewoon in hun kloffie daar gaan zitten en het werd gedaan. Ja. Maar ik ben niet extra betaald omdat ik mijn eigen haar heb gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat ze mij vragen of ik met mijn haar perfect gekruld op set kom. Ik kan dat niet eens. Ik ben echt super slecht met haar. Ik ben echt een soort wash and go, een beetje feunen, soms wat krullen, maar het kan ook echt helemaal verkeerd uitpakken dat die krullen eigenlijk nergens op slaan. En dan ga ik er weer met een steltang doorheen en dan, dat gaat nergens over. Dus moet je voorstellen dat ze tegen mij zouden zeggen, nou, we willen dit plaatje, dat je je haren perfect gekruld hebt. En dan denk ik, oké, kan ik nog cancelen, want dit gaat niet. Wat voor gevoel krijg je daar dan bij? Kijk, ik vind het jammer, maar ik vond het eigenlijk erger toen iemand mijn haar deed die het niet waarbij mislukte, zeg maar. Dan heb ik van tevoren al gedacht van, oké, ik doe mijn haar in ieder geval zo, want dan zit het wel goed. En dan denken ze toch, nee, we doen even met wat water en we doen even wat olie. En dan kom je op set en ik voelde me al dan niet zo heel fijn eronder. En dan kom je op set en dan kijk het merk, kijk naar je, al die mensen. Want het zijn natuurlijk echt een stuk of meer dan 10 poppetjes die allemaal naar jou kijken, naar het beeld, als jij daar zit. En dan is het, ja, ze is wel heel oranje op beeld. En ja, dat haar, ja, het is zo zwaar. Kunnen we daar niet iets mee? En ik weet dat mijn haar is niet zo snel te fixen, want dan heb je maar een kwartier, zeg maar. Dus ik weet al, dit gaat hem
wat betreft mijn haar niet worden. Ik kan er misschien een beetje tweaken en er het beste van maken. En mijn make-up maar je moet zegt, helemaal opnieuw. Het, ja, dus jij gaat het precies, tweaken. Precies. Maar dan leg je het vertrouwen dus in iemand die zegt dat ze het even doen. Eigenlijk... Terwijl eigenlijk, toen ik aankwam, zat mijn haar beter. Yeah. En dat gevoel is erger. En ik zit echt, ik denk, als ik ernaast had gezeten, dan ja. Had ik niet voor mezelf ingestaan. Het is ook heel lastig, want enerzijds, ik merk nu wel dat mensen van kleur wel meer te zien zijn in campagnes. Mm-hmm. En ik weet dat een aantal jaar terug, toen ik een van de eerste grote campagnes dan op tv had, dat ik heel trots was op mezelf. Want ik dacht wel bij mezelf van, ja, ik maak nu deel uit van de verandering. Yeah. Alleen, achter de schermen is het dan toch nog niet hoe het moet zijn. Maar je denkt wel van, ja, maar dit is een stap. Super interessant. Yeah. En dan hebben we natuurlijk... Nou ja, een soort keerpunt, zal ik dan maar zeggen. Het punt dat in de zomer van 2020 dat we massaal de straat op gingen allemaal. Allemaal riepen Black Lives Matter, of bijna allemaal. Zagen jullie toen ook een keerpunt in de beauty-industrie? Ja, juist. Juist, maar is het sustainable? Ik heb zelf heel erg gemerkt dat ik ineens door heel veel merken werd benaderd van... We willen je aandacht aan besteden, we willen graag jouw mening weten. Wat zijn de dingen die jij hebt meegemaakt? Dus mij zeg maar een soort van podium geven om mijn verhaal te delen. Mm-hmm. En ineens zijn er ook budgetten, zeg maar. Die er daarvoor nooit waren. Die er daarvoor niet waren. En dan heb ik een selectie gemaakt, want ik dacht, ja, ik ga niet overal mijn gezicht laten zien. En dan koos ik een merk uit waar ik wel eerder een keertje mee had gewerkt, maar er was weinig budget. En nu was er veel budget om op hun kanaal mijn verhaal te doen. Mm-hmm. En dat heb ik toen gedaan en daarna heb ik nooit meer wat van ze gehoord. Jeetje. En ik merk dat daar wel, dat voor mij heel typerend is. En ik vind dat eigenlijk met elk onderwerp. Dat vind ik ook met plus size en body positivity. Mm-hmm. Dat vind ik trouwens ook met Pride Month. Het wordt heel erg veel gedaan op een bepaald moment. Wat ik enerzijds ook snap, want er zijn maar zoveel dagen in een jaar om te doen. Alleen, ik vind het gewoon een heel groot contrast van heel veel naar ineens dan weer niks gaan. Ja. Alsof het bijna een soort van campagne gericht is van, ja, we hebben nu dit, hier kunnen we ons hard voor maken. Ja. En daarna weet ik niet, want dat ligt eraan wat voor campagnes we hebben en... Of dat dan nog matcht, of het dan niet te veel pro-this of pro-that is. En wat voor gevoel krijg je daar dan bij? Want ja, ik kan me zo voorstellen dat het heel jammer. Ik vind het vooral gewoon heel jammer, want ik denk ook echt van, je slaat echt de plank mis. Ik ben dus net hier in de winkelstraat geweest, langs de drogisterijen. Okay. Ik heb wat foundations gevonden die zogenaamd geschikt zijn voor mijn huid. Okay. Ik zal ze even hier op tafel zetten. Ja. Goed, ik denk dat dit toch wel staat voor hè, hoe schrijnend het eigenlijk allemaal is. We weten natuurlijk dat de high-end, de duurdere merken, die hebben inmiddels heel veel tinten foundation. Ja. Maar voor de gewone persoon die gewoon lekker bij de drogisterij even snel iets nodig heeft, heb ik dit kunnen vinden. Ja, je wordt er een beetje stil van. Sommige tubes wil ik niet eens aanraken. Weet je wat ik het jammere vind? Mm. En dat is wat ik zelf ook als feedback krijg. Is dat heel veel van deze... een aantal van deze merken heel veel kleuren in hun assortiment hebben. Maar het uiteindelijk niet in store aanbieden. Mm. Dus wel online, maar in store niet. Ik wil eigenlijk met jullie een beetje gaan testen en gaan kijken... Wat er nou werkt. Zullen we mijn arm gebruiken om te gaan swatchen? Laat want doen. Ik heb het voor mezelf gekocht. Nou. Oh, gaan we met de mousse beginnen? Ik begin maar gewoon gelijk met... Het is wel de classic, toch? Ja, in mijn jeugd wilde ik altijd de mousse. Ja, maar dit is natuurlijk... Dit is misschien nog wellicht... Nee, ja. Nee. Voor mij is het net te donker. Wacht. Oh ja, maar dat komt ook door die mousse. Oh. En als we hem nou uitsmeren, werkt het dan? Nee, dit is echt heel erg. Oh ja. My gosh. Ook toen ik ga het nu uitsmeren en dan past het zich aan op jouw huid. Maar dat werkt niet op de donkere huid. Oh, wat erg. Oh, ja. Dit is echt heel erg. Ja. Dit is dus wat ik vroeger had, zo'n grijzige... Ja, dit ben je echt gewoon kissed ready, zeg maar. Echt. Oh. Dit is Grege. Is toch
Gewoon, het is dus wel de enige die ongeveer past bij mijn huidskleur. Ja, waar gaat dat dan mis, Vera? Waarom, als het merk het wel maakt, waarom vind ik het dan niet in de winkel? Je ziet zeg maar in een foundation range dat beige is de standaard, zeg maar. En dan is het wat lichter, dan is het wat donkerder. Maar de modellen zijn wit. De consument is duidelijk wit. Daar wordt het voor gemaakt. Dus ik voel me wel altijd gezien. Dat heb ik me altijd gedaan. Dus waarin ik vroeger dan bijvoorbeeld zeg maar een foundation eerder niet kon betalen. Dan vond ik dat erger dan dat ik zei van nou ja, de kleur, hij is iets te roze of iets te donker. Maar ja, ik was 14. Niemand zag er echt uit. Dus we matchen allemaal niet. En de rest van make-up was ook een drama. Dus ja, wie keek echt naar die foundation kleur? En dat is wel echt het verschil. Dat je gewoon ziet... in bedrijven, in die cosmetica-industrie... de mensen zijn wit, het wordt voor witte mensen gemaakt. En nu hebben ze iets van... we moeten een hele andere groep mensen ook het gevoel geven dat ze erbij horen. En ook voor hun... Ze hebben waarschijnlijk nog niet eens door dat het hun gewoon geld gaat opleveren. Ja. Zover zijn ze wel. Zover is het niet. Weet je, er zijn onderzoeken waaruit blijkt... dat je daar enorm veel geld mee kunt verdienen, maar ze willen het niet. En ik weet dat heel veel mensen heel veel moeite mee hebben als ik dit woord in de mond ga nemen. Ja. Maar in mijn inziens, in mijn optiek, is dat gewoon racisme. Ja, hoe voel jij je nu eigenlijk, nu we dit hebben geswatcht? Ja, ik vind het, voor mij is het geen verrassing. Nee. Ik had wel beter gehoopt, zeker omdat we nu veel in de winkelstraten... hele inclusieve beelden zien en plaatjes zien als het aankomt op huidskleur, op lichaamstype, et cetera. Dus dan hoop je dat het ook in de praktijk zo is. En dan is dit gewoon een dikke vette tegenvaller. Het was al een tegenvaller toen ik de winkels inliep en op zoek was. Dat er eigenlijk relatief weinig veranderd was ten opzichte van, zeg maar, toen ik vroeger nog in mijn blogtijden zat, dat ik er echt heel erg mee bezig was. Is er vrij weinig veranderd. Ja, en ik denk dat misschien wel het meest confronterende is. Dat het is heel leuk om al die billboards te zien. Mm-hmm. Maar in de winkel hoor je er nog steeds niet bij. Ja. En jullie hebben je vorig jaar, zeg ik dat goed, uitgesproken over die ongelijkheid in de beauty-industrie. Ja, ja. Waar is dat vandaan gekomen dat je zoiets had van oké, nu moet het out in the open en nu mag iedereen het weten? Want voor mijn gevoel is het best wel een soort van gesloten wereld en een soort van mooi weerwereld. Alles gaat goed, alles is goed, alles is oké. Okay. Ja, dus voor mijn idee. Niet dat influencers zich snel uit zullen spreken tegen merken. Maar ik denk wel, en ook de foundation waar Angela het over heeft... ik weet dat ik daarover werd benaderd en dat ik zei... ik wil alleen eerst weten dat Angela het ook goed vindt. Als zij zegt, dit is fantastisch, dan wil ik meewerken. Toen zei ze van, nee, maar het is echt zo. En ik ga met Angela bellen, komt helemaal goed. En met deze influencers hebben we al samengewerkt. En dan zie ik inderdaad de lijst influencers. En dan zie ik, dat zijn allemaal een soort van goed weer influencers. Het zwarte vierkantje uploaden en een paar weken later weer verwijderen. Want hij past niet in je feed, influencers. En ik denk dat je er heel erg voor kunt kiezen wie je volgt. Om wel mensen te volgen die zich wel uitspreken. Als ik kijk naar wie ik volg, dan zijn het ook allemaal mensen die zich daarmee bezighouden. En weet je, als een merk het wel ook goed doet, dat ook juist laten zien. Hè? Ja. Dat het er wel is en dat je hier en daar moet wezen. Ja. En dat die de aandacht verdienen en je geld verdienen ook. En wanneer ben je eigenlijk begonnen met dat uitspreken? Is dat een bepaald moment? Dat doe jij echt al forever. Nou ja, ik moet zeggen, ik vond het vroeger echt wel spannend. Omdat ik niemand wilde kwetsen en zo. Maar ik vind het heel erg belangrijk om wel te doen wat juist is. En ik volg daarin ook echt wel heel sterk mijn gevoel. En ik wil altijd mezelf recht kunnen aankijken in de spiegel. En als iets me aan het hart gaat, dan spreek ik me daarover uit. Mm-hmm. En ik merk ook dat ik veel beter en liever mijn werk doe. Als het... Ja, ik wil niet zeggen... Kijk, make-up is natuurlijk vrij oppervlakkig. Dat hoor je vaak. Dus ik vind het fijn om ook een soort van die lagen daaronder te zoeken. En dat het over meer gaat dan alleen maar even een pretty picture. Ja, weet je. Dat.
En ik vind dat gewoon heel erg belangrijk. En ik realiseer me heel erg wat voor publiek ik heb. Dat ik enorm veel mensen aanspreek. En dat door je uit te spreken, je ook echt invloed kan hebben. Ook omdat ik merk dat ik beïnvloed word door andere mensen die ik volg. Zijn jullie in dat uitspreken wel eens bang geweest voor backlash? Of dat bepaalde merken zoiets hebben van, ach, ik trek mijn hand hier vanaf, ik ben altijd bang. Nee, echt? Nou, bang, ik ben me ervan bewust. Ik ben niet per se bang, maar ik ben me ervan bewust. Ik vind het... heb ik het vaak met jou wel over. Ik ben niet bang, maar ik weet dat als ik me soms te extreem zou uitlaten, ik wel neergezet zal worden als die angry black woman. Ja. Dus wanneer ik mij uitspreek over iets, dan gaat daarvoor uren aan boosheid. En Vera bellen en mijn moeder bellen en gewoon iedereen bellen en schelden. Ja. En dan is het van, oké. Ja. Hoe ga ik dit brengen? Ja. En kan ik er een soort van positieve draai aan geven of een les erin meegeven? En dat laat ik dan zien. Ik denk daar heel erg over na. Je bent er heel bewust mee bezig. Ik ben er heel bewust mee bezig, omdat ik ook weet dat er gewoon mensen kijken en misschien soort van wachten op die misstap. Ja. Zeg maar. Ja, en ik vind daarin ook weer dat ik merk dat ik dan zo verontwaardigd reageer. Dat jij dan zegt dat je bang bent. En daarom merk ik weer, nu ben je aan het praten. Denk ik, oh ja, natuurlijk. Ja, ik ben wit. Mm. Nee, maar even serieus. Mm. Ik kan echt veel maken, hoor. Mm. En ik heb Natasha Harlequin als advocaat. Die heeft al gezegd, als ik mijn problemen heb. Ja. Oh, serieus? Ja. Goed. Het zou juist zo fijn zijn en zo mooi zijn dat als nu die modellen gekozen worden voor de campagnes en ze zijn divers en ze zijn inclusief, dat het ook vertaald wordt naar de winkel. En daar mist dan gewoon zo'n enorm stuk. Daar valt nog zoveel te behalen. Mm-hmm. En dan gaat het weer over het mooie plaatje wat wel geschetst wil worden. Maar het echte werk. Ja, het wordt niet doorgepakt. Nee. Mm. En je gaat achterlopen. Ja. Dus een goede waarschuwing voor alle winkels die meekijken en alle inkopers die meekijken, toch? Ja. We watching you. Ja. Oké, dank jullie wel, dames, dat jullie zo open en eerlijk hebben gesproken. En hopelijk ben jij thuis geïnspireerd geraakt. Praat met ons door in de comments of in onze nieuwe Facebookgroep, want daar staat ook nog eens exclusieve spot-on content. Op Instagram praten we trouwens ook de hele week door over dit thema. Abonneer je intussen op dit kanaal, doe een duimpje omhoog en ik zie je graag in de volgende. Ciao! Dit kost echt alles om dit gewoon in één keer naar huis te pressen. Oh, ja.